met ons op reis. Waar de bloemen bloeien in de wei, naar het groene paradijs. Zet je kleine zorgen maar opzij, want daar is... Harry Schrotenboer, wanneer zijn de imkerdagen? Ja, dat is morgen en overmorgen. Het is en zaterdag en zondag. Maar het is vaak niet zo dat een imker twee dagen heeft. Maar op de site van de NBV, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging, is heel goed te zien waar welke imkers de open dag hebben en wanneer. Ja. 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 Dat gaat eruit aan. Maar hoe weet je nou of je die honing kunt oogsten? Dat weten we, dat is ook te zien, als 2/3 van het raam verzegeld is met wasdekseltjes, dan weten we dat de honing rijp is. En dan is het suikergehalte, weten we dat het goed is, en het vochtgehalte laag. En dat willen we graag hebben, want dat maakt de honing houdbaar. Ach jee, dat is zwaar hoor. Ja, ik schat dat hier 2-3 potjes honing in zitten. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Is het een lucratief beroep, nee. Imker? Nee. Je moet het doen omdat je gevoel hebt voor de natuur en dat je vindt dat dit een goede bijdrage heeft tot de oogst waar we allemaal van moeten leven. En natuurlijk, je moet van de natuur houden. Ja, maar je hebt ook allemaal stagiaires bij je, hè? Ja, wij noemen dat leerlingen en dan mag je dan de mentor voor zijn. Dat is een hele eer als je daarvoor gevraagd wordt. En ik weiger dat ook nooit, omdat ik vind dat veel meer mensen moeten gaan doen. En degene die ik nu bij me heb, daar ben ik ook erg blij mee. Met dit weer kunnen ze wel een afstand vliegen van 3 kilometer. Maar als de dracht dichterbij is, dan zullen ze dat niet gaan doen. En als het kouder is, dan zullen ze wat dichterbij blijven. Want ze nemen namelijk voedsel mee om naar de drachtplek te komen, maar ze nemen ook voedsel mee om weer terug te komen. Dat is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld een bij ook nooit over water vliegt. Over, want dan hebben ze meer voedsel nodig en dat ontwijken ze. De bijen die gaan altijd naar een dracht die ze zelf hebben uitgezocht. En op dit moment weten we haast wel zeker dat de linden zijn. De linden bloeien volop op dit moment en daar halen ze ook heel veel nectar en stuifmeel vandaan. En dat geeft dan ook die heerlijke lindenhoning die dus de enige honing met een mint smaak heeft. Ja, en we denken, wat we hier in Almelo proberen te doen, en dat denken we ook, maar daar moeten we nou even een concept voor vinden, is dat we op een of andere manier proberen om deze honing die hier verzameld wordt, ook weer in dit gemeentehuis op een of andere manier aan de man te brengen. Ja.